vandaag zit ik met twee hele leuke YouTubers, namelijk Melanie en Brigitte. En wij gaan vandaag 3 video's opnemen en dit is de eerste. Er komt 1 video op Melanie de kanaal, eentje op die van Brigitte en dit is die van mij. En we gaan dus 3 challenges doen. En de video die op mijn kanaal komt is eigenlijk een beetje wie of wat ben ik. Ja. We moeten nog even gaan bekijken wat we doen. Wie ben ik, wat ben ik, welk dier ben ik, weet ik veel. Zo is in ieder geval. Wat het een beetje inhoudt, we schrijven voor elkaar eventjes op wie of wat we zijn. Dus bijvoorbeeld Melanie is een... Een aap? Gooi het maar uit. En dan moet Melanie raden, ben ik een dier? Of nee, maar dan moeten we wel van tevoren afspreken. We moeten wel van tevoren afspreken dat we het hebben over dieren. Dus niet dat jij met een dier loopt, jij met een mens en ik met een nee, maar dat is wel leuk. Je, vragen. Je moet toch vragen, ben ik een dier, ben ik een mens? Ja, want het is 1 vraag en je weet het. Ja. Gewoon een beroemd iemand ofzo. Zullen we nu gewoon voor alle 3 doen we nu een beroemd iemand? Nou, we kunnen het samen wel doen, maar we kunnen niet echt overleggen, want dan hoort ze ons. Oké. Hoe schrijf je dit? Ik ben bang dat ik het hoor hoe je schrijft, dat ik weet wat het ja, is. Ja, je wist het, hè? Mm-hmm. Yes. Zo, hè? Dat is hem. Kun je het zien? Oké. Zie je? Nee, echt? Oké. Ja. Oh, ik weet er eentje. Ja! Doe het in een groepje. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik kan niet meer door de ogen kijken nu. Doe je ogen eens open? Zie je nog wel? Ja, mijn voorhoofd is met zijn gat. Ja. Oh, dit is awkward. Nou, we hebben alle 3 een bekend persoon of artiest of weet ik veel op onze hoofd. En gezien we net begonnen waren bij Melanie, mag zij de eerste vraag stellen. We gaan gewoon allemaal om beurt een vraag stellen. En dan mogen wij ze... Oeh, ik laat los. Mogen wij ze beantwoorden met ja of nee. Oké, ben ik een man? Nee. Ik moest even kijken. Jij mag. Mag ik nu? Ben ik een vrouw? Nee. Okay. Ben ik een man? Wat ben ik nu ook weer? Oh ja, wacht. Okay. Ben ik een man? Nee. Ben ik oud? Weet ik niet. Nee. 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 Niet oud? Nee. Woon ik in Nederland? Nee. Oké. Okay. We hebben het even besloten om het op te schrijven, want we onthielden het nu al niet, maar 1 vraag. Oké. Ben ik een zangeres? Ja. Ja. Zie je, zag het als eerste raar. Ik voel het gewoon niet. Ja, echt hè. Woon ik in Nederland? Nee. Acteer ik? Ja. Is dat zo? Ja. Oh ja. Ben ik Nederlandse? Nee. Nee. Zing ik? Ja. Ja. Moeilijk hè, die vraag. Ben ik knap? Nee. Ja, ik vind het niet. Nee. Ik denk dat jij het zelf ook niet vindt. Nee. Nee. Heb ik een getinte huid? Nee. Ben ik model? Nee. 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 Speel ik in een film die nu... Bekend, die nu bekend is, zeg maar van nu. Nee. Toch? Nee. Dus niet, ik ben oud. Niet in een film. Oh, ik zeg het nu voor. Nee. Nee. Niet. Nee. Nee, oké. Niet getint. Oké. Okay. Ik ben een vrouw, zangeres, ik ben niet Nederlands. Dus dan ga ik gewoon gokken voor Amerikaans. Ik ga het niet eens vragen, want het kost me weer een vraag. Ik ben niet getint. 2 albums of meer uitgebracht? Ja, waarschijnlijk meer. Wel, ja. Meer. Ja, sowieso. Wat? Speel ik in films? Nee. Nee. Even denken, wat kan ik nog vragen? Oh, ben ik getint? Ja. Ja. Niet lachen! Je bent wel getint. Donker dus. Dat zeg ik niet. Maar je bent wel getint. Getint. Dit vond ik echt een hele stomme vraag over dat album eigenlijk. Nu weet ik nog niks. Nee. Niet zoveel aan. Ja. Niet getint. Maar ik heb echt in mijn hoofd van een Nicki Minaj, Rihanna en zo, dat jullie dat soort dingen zouden zeggen. Misschien wel, misschien. Ja, maar nee, die zijn niet getint. Die zijn getint bedoel ik. Ik ben niet getint. Oh, dat ja. Daarom denk ik nu meteen met wie is er nou zo'n rest en niet getint? Terwijl dat er superveel zijn. Ja, dat is moeilijk. Nu weet ik het ineens niet. Nee, want ik heb gewoon... Van tevoren had ik al bepaalde mensen in mijn hoofd dat ik vrouw en zangeres was. En toen was ik opeens niet getint. Dan dacht ik, kut. Oké, maar dan ben ik toch niet secure? Nee. Ik ga die vragen. Nee. Oh, oh. Nee, oké. Okay. Dat kost als een vraag. Dat is gewoon... Ik zei het gewoon een beetje raar. Niet Shakira. Ben ik getint? Nee. Huh? Ben ik een beetje van onze leeftijd of ben ik wel oud? Ouder. Ouder? Je bent ouder. Ouder dan dat ik ben. Ja, ook ouder dan mij. Ja, dat lijkt me wel. Als je ouder dan mij. Dat is bijna ouder dan mij. Ja. Even kijken, ik ben een vrouw, ik ben een zangeres, ik ben niet Nederlands, ik ben niet getint, ik heb meer dan 2 albums, super leuk om te weten, en ik ben niet Shakira. sta ik nu in, zeg maar, een soort van top 40, zeg maar, van Nederlandse radio? Dus hoor ik volgens mij niet. Nee, hè? Dus oh, het is nee. Oké. Heb ik al iets illegaals gedaan? Ja, we kennen er niet. Ik ken er niet, is niet mijn persoon of zo. Ja,
Nee, maar dat is gewoon op tv gewoon. Oh nee. Ik heb nooit iets gezien van haar op tv wat schandalig is, zeg maar. niet een scam. Want ik weet nu niet of diegene die ouder is dan ons, of die dan oud is of... Dat kan je vragen. Ja. Is het een oude man? Nee, het is maar geen oude. Ja, ik weet het okay, wel. Ja, is hij rond 50? Ja. Want rond, dat is wel ook iets naar beneden en iets naar boven, dat kan toch? Ja, gewoon ja, met een dingetje van 5. Een speling van 10, nee, van 5 jaar. Ja, maar dan moet ik echt even googlen, is dat zo? Ja, past wel zoiets. Ik weet ook niet precies, maar gewoon rond de 50. Dus ja, ik zou dat wel aanhouden, ja. Maar dan is die oud, joh. Ik weet nog heel goed dat het liedje uitkwam. Dat is een leven. Oh, dat is zanger. Heb ik zanger? Dat wist je toch al? Nee. Dat dacht ik wel. Oh. Yeah. Want toen ik dacht, ik zit niet in de top 40, toen dacht ik, nou ja, over die featuring, toen dacht ik misschien ben ik Katy Perry. Nee. Leuk geprobeerd. Not even close. Oké, en niet close. En niet close. Ben niet op Ben ik een rapper? Nee. Oh, ik denk dat ik een beetje in de buurt kom. Nee. Heeft hij toevallig nu weer een nieuw liedje? Nee. Oh. Nee, toch? Dat weet ik ook niet. Nee. Ben ik ouder dan 30? Ja. Ja. Duh. Ja. Ik zat al jaren te kijken. Ik ben oud. Ik ben niet Nederlands, ik zing. Geen model, geen film, niet getint, niet crimineel, niet rapper. What the fuck ben ik? Ben ik zo beroemd dat ik bij de illuminatie zit? Illuminatie? Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Gewoon ik zo beroemd ben dat je Illuminati? Nee. Maar iedereen is een beetje Illuminati, laatste tijd. Wij zijn ook eigenlijk Illuminati. Niet Illu. Nou, niet dat ik weet. Ik wil iets gaan vragen over dat liedje waar jij het net over had. Wat liedje? Is diegene echt donker? Ja. Ja, ik had niet eens moeten vragen, ik wist het. Ik ben ouder dan 30, maar jij zei dus dan ben ik misschien wel ouder dan 50 of zo. Oefen ik nog een ander beroep uit dan zangeres? Dus ben ik bijvoorbeeld, dan moet je denken aan actrice, presentatrice, zeg maar. Nee. Alleen misschien zangeres. Dan een keer een bijrolletje in een film of zo, maar... Nu zit ik in de top 40 nu. Ik denk... Ja, jij hebt net de top 40 gekeken. Van Nederland bedoel je? Ik ben niet Nederlands. Nee, maar we hebben maar gewoon de top 40. Nee, maar gewoon de top 40, ja, bijvoorbeeld 538. Ja? Ja. Zal ik gewoon gaan raden? Ja, raad maar nu. Ben ik... Je komt het, ik voel het. Echt? Ik voel het. Voel het allemaal wel atter. Oh. Zeg dat schuit. Doe maar. Wacht, ik ga het zo vragen. Komt er binnenkort een film uit waarin ik speel? Niet dat... Nee, zal ik dat bekijken? Maar niet hoor. Nee, ik denk nee. Ouder dan 50. Ik sta niet in de top 40. Ik ben alleen een zangeres. Weet jullie zeker dat ik dit weet? Ja. Ja, het is... 6 hours later. Ik ga het raden. Ik ga het nu raden. Ik weet het namelijk. Ik weet het. Dit is Celine Dion. Nee. Ben ik... Wacht. Ik gok gewoon op Katy Perry. Nee. Nou. Godverdomme. Array. Is deze man bekend geworden van één liedje? Nee. Is echt zo van knaller, weet je wel? Of... Nee. Oh, nu heb ik wel iemand in mijn hoofd, maar als die het is, hè? Je gaat het nu raden. Zeg het. Maar zij is inderdaad ouder dan 50. Zeg het. Je gaat het nu raden. Ja. Ik voel het. Zeg het. Is het Madonna? Ja! Een zangeres. Ja. Ja. Zie je, zag het als eerste raden. Ik voel het gewoon weer. Ja, echt, hè? Ik dacht niet zo. We got a winner up here! Ding. Zal ik anders tips geven aan jullie? Geef één minuut aan ons beiden. Eén snoepje? Dat weet ik even niet meer. Wat? Nee, ik weet niet. Oh, dat weet ik wel. Lana Del Rey. Ja! Oh, dat is zo ik wist hem gewoon. Of gaan we naar de snoepwinkel? Voor andere snoep. De candy shop. Ja! Dat is toch van Nina? Niet van Snoop Dogg? De candy shop. Oh, ja! Lied, nu weet ik een lollipop. Waarom? Oh, dat heb je nergens. Cent. Ja, deze! Nou, dat was de Wie ben ik? We wilden echt meer dingen gaan vragen. Maar zoals jullie hebben gemerkt, zijn we best wel lang bezig geweest met één persoon raden. Ik heb gewonnen, want ik heb als eerst Madonna geraden. Ja, toen kwamen jullie eigenlijk een beetje samen. Want jullie we hebben tips gegeven. En ja, Lana Del Rey is groot fan van Lana Del Rey. Dus best wel grappig dat je er wat lang over deed. Ja. En jij bent 50 Cent. En waarom? Weet het eigenlijk niet. Groot fan natuurlijk. Ja, Candy Shop. Is dat van Snoop Dogg?
Nee, echt dom heb ik niet meer wist. Maar... Oké, okay. In ieder geval. En we hebben al besloten dat we op Brigitte kanaal de Chubby Body Challenge gaan doen. En dus die gaan we opnieuw opnemen. En dan moeten we nog steeds gaan bedenken wat we voor melderkanaal gaan doen. Waarschijnlijk What Is It Challenge. Oeh, de What Is It, ja. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ga voor de volgende video dus of naar Melanie of naar Brigitte. Doei doei! Doeg!